We gaan naar het Floriade-terrein in Almere. Daar staat de hele dag onze collega Marco Verhagen. Alleen Marco, ben je nou op het Floriade-terrein of in Duitsland? We hebben net een klein gemaakt vanuit Duitsland. Germany dus hier op het Floriade-terrein. En dan kom je zomaar weer in Almere bij het Food Forum. We gaan natuurlijk zo meteen ook met bezoekers praten. Maar zoals je ziet, het terrein is enorm. Het verspreidt zich. Hier is het nog vrij leeg. Maar ik kwam vanmorgen, toen ik hier op de parkeerplaats aankwam, Sharon de Miranda tegen. En die keek trots, want die heeft gisteren de koning ontmoet. Ja, dat klopt. En je hebt ook de foto's gepost. Hoe was dat om voor Willem-Alexander te koken? Ja, leuk. Ik kan er niks anders van. Het is bijzonder. Het is toch anders dan als ik bijvoorbeeld voor jou kook. Nou, ik heb voor jou, volgens mij nog nooit voor jou gekookt. Ofwel. Dan ga je vanmiddag doen, toch? Hebben we net afgesproken. Goeie, ja. Ja. Hey, vandaag is het voor het eerst operationeel jouw Food Forum. Dat staat naast de ERES Hogeschool. En we zijn hier in dit... Ja, wat zijn dit? Dit zijn woningen van containers? Nee, dat is Flevo Campus. Ja, Flevo Campus. Maar daar wonen daar al mensen hier in die containers? Nee, er wonen geen mensen. Er zijn jonge ondernemers die allemaal mooie producten produceren en brainstormen. Maar die wonen daar niet. Oh, daar gaat helemaal niemand wonen. Een bejaardentehuis, ook supermooi. Ja, we hebben net al Joop ontmoet, hè, die daar woont. Joop, ja, die loopt met zijn begeleider. Ja. Maar wel met een grote lach. Nou, hij vond het fantastisch, dat is natuurlijk ook zo. Maar toen jij vanmorgen hier naartoe kwam, hè, dit is eigenlijk voor het eerst dat het voor het Echi is. Jij kan ook mensen ontvangen. Wat kunnen mensen bij jou komen doen? Ja, dat is zo gaaf. Dus als je dus binnenkomt, dan kom je dus eigenlijk de inzending van de provincie Flevoland. We zijn natuurlijk deelnemer ook van de Floriade. En dan kun je dus in een luchtballon. En jij hebt erin gezeten. Hoe was dat? Nou ja, het is een virtual reality bril krijg je natuurlijk op met geluid. Je stijgt als het ware echt op, terwijl je natuurlijk gewoon aan de grond blijft staan. Ik wil eerlijk zeggen, hij ging gillen. Als je hoogtevrees hebt, is het best wel spannend. Ja, beloof dat niet te zeggen. Oh ja, sorry. Jammer is dat natuurlijk toch weer. Ja, af en toe moet je toch een geheimpje vertellen. Maar goed, je vliegt dus over Flevoland. En ook als die luchtballon opstijgt, die warmte, je voelt het ook echt. Ja. Het is heel realistisch. Het is, ja, en als je naar boven kijkt, dan zie je ook echt dat het vuur hè, van die luchtballon. Ja. Had je dat gedaan of durfde je dat niet? Oh, dat kon je zelf wel regelen? Nee, je kon naar boven kijken. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja, ja. Maar dat kunnen mensen ook doen. Dat is allemaal gratis trouwens, hè? Ja. Ja. Nou ja, je betaalt voor de Floriade. Ja, oké, dat is natuurlijk wel zo. Maar als je dan binnen bent, is het gewoon, het is super mooi. Ja, maar goed, we denken aan food. Natuurlijk is het leuk om dan die luchtballon in te gaan. Wat kunnen mensen dan bij jou proeven en drinken? Want dat weet je eigenlijk nooit van tevoren. Nee, dat weet je nooit van tevoren, dat klopt. Maar alles wat je dus bij ons kan eten in het foodvorm, heeft dus te maken met de provincie Flevoland. Ja. Dus al het moois wat de provincie te bieden heeft. En seizoensgebonden. Dus nu zijn het asperges met aardbeien. We hebben alleen een signature dish en dat kun je dan dus ervaren. Wat krijg ik vanmiddag eigenlijk te eten? Ik heb er nu al zin in. Jij krijgt een broodje ei. Broodje ei. Lekker. Moet jij door? Want je hebt heel veel man personeel ook al, hè? Ja, dat is leuk, hè? Ja. Daar ben ik zo trots op. Waar heb je die vandaag gehaald? Want het is heel moeilijk om personeel te krijgen, hè? Ik heb ze dientjes open getrokken en toen, nou, daar stonden ze allemaal. Nee, het is verschrikkelijk. Maar iedereen in de horeca heeft er last van. Maar gelukkig heb je personeel, leuk personeel. En ben ik echt klaar voor deze Floriade. Laat de mensen maar komen. Nou, zo is het. Laat de mensen maar komen. En die mensen, daar ga ik nu naar op zoek. En straks, rond 10 over 11, ga ik met ze praten. En dan beloven we ook weer dat die in stereo is.